Kijk hier naar een gravure van Cornelis Bok, de Lammermarkt in Schagen. Even ter oriëntatie, de kerk is nu anders. De toren staat aan de andere kant. Dit is de toren van voor de brand. In 1890 is de toren afgebrand. En... Um, uh, de, toen is je herbouwd, is de toren aan de andere kant terechtgekomen. Dus als je de toren aan deze kant ziet, dan is dit de kant waar uh, je hier naar de gedempte gracht gaat. En hier is de Nieuwstraat, die hier ook heel duidelijk is te zien. Cornelis Bok was eigenlijk de chroniqueur van zijn tijd. Je had geen fotografen, dus Cornelis Bok werd gevraagd om uh, de zaken vast te leggen. Dat deed hij in opdracht van de gemeente Schagen. En hier um, is de Lammerenmarkt uh, vastgelegd. Het is een heel aangenaam ding om naar te kijken. Heel verhalend. Er zijn, uh, zijn echt heel veel details. Mooie details. Heel scherp uh, uh, ge, uh, getekend. En ook qua vorm en inhoud heel informatief. Je ziet kraampjes uh, op de rand bij de, bij de, bij de kerk uh, staan. Je ziet, uh, je ziet de lammeren. Je ziet mensen handelen. Je ziet de cafés. Het, het is hartstikke informatief. En uh, de sfeer goed weergeven uh, hoe de markt was. Leuk is ook om je te realiseren dat het niet heel veel anders is geworden. We hebben nog steeds de markt rond de, rond de kerk. We hebben daar nog steeds wat handel. Dat is anders geworden. Alle veemarkten zijn verdwenen. Dat is ook goed, ook, want dat gezoom met die dieren, dat willen we tegenwoordig niet meer. Het was toen natuurlijk veel kleinschaliger, echt veel kleinschaliger. En de Lammerenmarkt was op zich uh, heel handig, want je ging gewoon met zo'n kudde, eigenlijk liep je daar naartoe. Dat was vlak in de buurt. Ze werden overigens ook met uh, platbodems uh, aangevoerd. Uh, in de Heerenstraat gedempte gracht, gedempte gracht zegt het al, dat was water. Dus je kon van vele kanten kon je schage, de Schagenmarkt benaderen. We hebben nog één zo'n brug, uh, daar bij de Terp richting Avondhoorn. Daar heb je nog zo'n kakelepost, dat is ook het symbool van de historische vereniging. Nou, ja, die was zo hoog omdat je daar goed goed onderdoor kan met uh, kool, vee, etc. wat je in je schip had. Um, of uh, flat, of hoe heet dat? Um, nou, hier zie je het water. Het water dat, uh, dat omhoog kon worden gebracht. Um, je ziet uh, aardig hoe het, wordt, uh, uh, hoe het is bestraat. Um, je ziet ook de karren, de karren die we nog herkennen van de westerse markten. Zien dat we een, in een historische plaats wonen dat al heel lang zijn functie als centrumgemeente, uh, als marktplaats, heeft waargemaakt? Hartstikke leuk, het is een openbare ruimte in uh, het uh, gemeentehuis uh, te zien, aan de Laan. Dus ben je een keer in de buurt, ga kijken.